Arthuis Ogenzellig zijn. Hè. Wat ik trouwens ook heb opgemerkt op TikTok, er circuleert een filmpje van jou. Je gaat best viraal, omdat je tijdens Radio Reggie bij Q-Music zou gezegd hebben dat je een reunie met K3 eigenlijk wel zou zien zitten. Ik moet eerlijk zeggen, nu moet ik mijn leeftijd bekennen. Ik ben dus helemaal niet thuis met TikTok. Hè. Dus ik wist het zelfs niet. Heb ik dat, ja, weet dat, tuurlijk, als die vraag wordt gesteld. We hebben altijd gezegd met ons drie, ooit gaan we dat wel eens doen. Hè. En misschien maar best voor ons 80ste of zo. Want anders waren die dansjes wat moeilijk, denk ik. Alright, maar stel je voor dat dat gewoon even gebeurt. Vlaanderen wordt eenmaal gek, dat besef je toch. Hè. Dat weet ik. Ik hoop dat er mensen komen kijken dan. Hè. Over K3 gesproken, er is trouwens fantastisch nieuws. Want de drie biggetjes, die keren terug. Dus dat moet voor jou toch ook warme herinneringen boven brengen, denk ik. Ik vond dat een van onze mooiste musicals. Ook die muziek. Ja, ik hou sowieso een beetje van de country-stijl. En was zo wat country geïnspireerd. Ja, was echt een van de leukste musicals die we mochten doen. Dat is zo de zotste herinnering die je daaraan hebt. Oh, weet je, heel onnozel. Allee, dat is niet echt zot, maar het vervelendste was eigenlijk dat wij een valse neus op hadden. Ik weet dat ik eens een verkoudheid had. Dat is dus heel vervelend, want je kan niet snuiten. Dus dat was niet zo netjes. En kut. Zien we jou eigenlijk ooit nog terug?